Een lachend gezicht bij Wijnaldum na de wedstrijd tegen de Graafschap. Met 2 doelpunten was hij de grote man en dat kon hij gebruiken na een mindere wedstrijd tegen Heracles Almelo. Wijnaldum, hoe dankbaar is hij? Niet! Deze keer verschijnt Wijnaldum dus na de wedstrijd met een grote glimlach voor de camera. Ik denk dat als je scoort en je wint, dat je altijd wel een goed gevoel hebt. Voor mij extra, omdat ik vorige week een penalty heb gemist. En deze week heb ik het goed kunnen maken. Speelt het dan nog door je hoofd dat je iets goed moet maken? Nee, het is niet echt, maar je denkt er toch wel aan. Je hebt de laatste wedstrijd denk ik niet zo goed gepresteerd als daarvoor. En dan wil je het, de eerstvolgende wedstrijd wil je het gewoon goed doen. En ja, dat heb ik vandaag denk ik wel gedaan. De grote vraag vooraf was wie de geschorste Manolev zou vervangen. Timothy de Rijk of Funzo Oyo? En daarvoor doken we de catacombe in. Waar we in eerste instantie stuiten op Ola Toivonen. Ja, dat klopt. Toivonen, die spreekt dus Nederlands. En buiten zien we dat Fred Rutte heeft gekozen voor Timothy de Rijk. Kijk, linksbuiten is wel een heel aardige speler. En ik denk dat Timothy defensief wat sterker is dan Funzo. En vandaar is die keuze was dat vandaag. Dus dat was eigenlijk heel simpel. In het begin moet je het altijd een beetje wennen. Het is de eerste keer als rechtsback. En het is altijd even zien en voelen hoe het precies te werk gaat. Maar ik denk zeker de tweede helft dat je ziet dat het beter en beter begint te gaan. Ja, wanneer hoorde je dat je zou spelen op die rechtsbackpositie? Ja, gisteren bij de training met standaard situaties 11 tegen 11 had ik ook een nestje die dat bij de helft zaten. Dus toen wist ik het. En hoe heeft hij het gedaan? Met Timothy. Nou, nadat hij daar nooit heeft gespeeld. Ja, je ziet dat er een aantal gewenningsdingen zitten. En ja, dat hij niet zo offensief en zo afvallend kan spelen als Manolev. Ja, ook dat is normaal. Dat is een gegeven. Maar al met al kan ik zeggen dat ik er niet ontevreden over ben. Nou, ik vind het niet zo leuk en het is ook niet mijn voorkeur. Maar je ziet nu, de trainer heeft me daar nodig, de club, de team heeft me daar nodig. En dan doe ik mijn stinkende best en gelukkig hebben we dat tot een goed einde gebracht. PSV begon sterk aan het duel met de superboeren. En zette de tegenstander al vroeg in de wedstrijd met de rug tegen de muur. Goeie paas, Labiat. Dit is de eerste grote kans voor PSV. En net naast geschoten, daar zit de Winter nog met zijn vingertoppen aan. Op de poging van Zacharia Labiat. Ik denk dat we vooral goed gestart zijn, dat we niet hebben laten voetballen. Dat we zelf heel veel kansen hebben gecreëerd, misschien wel 100% kansen, 3-4 denk ik, dat we het kunnen scoren. Het was zeker van de kant van de Graafschapzijde, was het opportunisme, strijd. Nou, en ik denk dat wij de eerste 20 minuten dat we dat behoorlijk hebben weg kunnen stoppen. En PSV die had dus de beste kansen op een voorsprong. Waar het Labiat niet lukte, lukte Tim Matas een kleine 10 minuten later wel. Vanuit een ogenschijnlijk vergelijkbare positie. Matas, dan moet er iemand voor het doel komen nu. Oh, Matas kan ook zelf. Matas, dat gaat heel makkelijk. Tim Matas met de 1-0 voor PSV. Een knappe actie van de Sloveense spits die hiermee PSV een droomstart in het duel bezorgt. Toch kantelt het duel daarna in de richting van de Graafschap, dat steeds gevaarlijker wordt. Alleen daarna zakken we te ver in en laat je hun eigenlijk het spel maken. Het eigenlijk andersom wordt en maak Andreas fout, ongelukkig. Ligt weer in bij ons en is de 1-1 en speel je denk ik een lastige eerste helft. Willems weg, dan de Leeuw met de paas, El Asnawi. Schot, Isaacson, laat los, wat een fout! En een grote teleurstelling natuurlijk bij de doelman en de rest van PSV. Hiermee is een goede start er niet gedaan. En mogen de Eindhovenaren achteraf blij zijn dat het bij dit ene tegendoelpunt bleef. Ja, dan hebben we het even moeilijk. En dan creëren de tegenstander, krijgt dan een aantal kansen. Ja, als je kampioen wil worden, ja, dan mag je dat soort kansen niet weggeven. Wormgoor. De Leeuw wil de bal in de diepte. De Leeuw krijgt de bal in de diepte. Goeie paas. De Leeuw. Redding Isaacson. Waar de zweet net nog in de fout ging, boet hij hier zijn ploeg voor een achterstand. Ik had het gevoel dat we even wat onrustig werd. En het was vooral over onze linkerkant een beetje. En daar hadden we het even niet. Hoe komt het dat je het initiatief dan uit de handen geeft? Daar heb ik echt geen antwoord op. Ik denk dat we de beelden moeten kijken en eigenlijk oplossen, tot oplossingen moeten komen. En in die fase krijgen we, dacht ik ook nog wel... Ik dacht 1 of 2 behoorlijke mogelijkheden om te scoren. Want dan kan je
dan kan je hem alweer recht trekken. De kans waarop de trainer doelt krijgt PSV na een klein half uur spelen. Als Labiat opnieuw de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Labiat, sneller dan Evers. Labiat kan overspelen. Labiat kan het zelf doen. Oh, wat doet hij het mooi. Maar dan moet je hem ook maken. En dat lukt de Marokkaanse jeugdinternational dus niet. Net als de spelers van de Graafschap. Gelukkig scoren zij niet. Nou, en dan denk ik dat de tweede helft, ja, die is helemaal voor ons geweest. Hebben we eigenlijk ook geen grote problemen meer gehad. Ja, we wisten wel dat we gingen winnen omdat we echt zeker in het begin goed voetbal speelden. En ook in de tweede helft. En dan zie je dat we toch wel iets meer kwaliteit hebben. En zeker om dat doelpunt te maken. PSV begint de tweede helft in dezelfde samenstelling. Maar met een ontketende Wijnaldum. Wijnaldum, kan die daarbij? Ja, Wijnaldum weg. Matafs, Mertens en Toivonen mee. Wijnaldum kan het ook zelf doen en doet het zelf. De tweede helft schuif je op een gegeven moment meer naar rechts. Waarom was dat? Ja. Naar mijn inziens ging je in ieder geval meer aan de rechterkant spelen. Oh ja, ik had niet eens door. Ik voetbal gewoon op intuïtie. En de eerste was volgens mij individuele actie. Waardoor ik doorging en rem met de bal de 16 in. En zie ik hem diagonaal binnen. En in de 83ste minuut zien we de nummer 10 van PSV opnieuw. Wijnaldum. Wijnaldum met de beslissing. Ja, het is vrijwel een kopie van zijn eerdere doelpunt. Zat er überhaupt verschil tussen de twee doelpunten? Ja, ik denk dat ik bij eentje kreeg ik hem mee en bij de andere deed ik het zelf. Ik denk dat het verschil is, maar volgens mij zijn het gewoon hetzelfde. De tweede was een vrije trap van Tim. Die speelt hem op Jan. Jan geeft hem in één keer mee. Ik neem hem aan en ik schiet hem weer in hetzelfde doel. En dat ziet de trainer graag. Spelers die waar nodig even van positie wisselen. Kijk, in hun spel is dat een beetje opgesloten dat gebeurt. En ik ben hartstikke blij dat we die variaties kunnen maken. En ook met de variaties van dat we het je mee kunnen brengen en dat we Dries konden wisselen. Dries Mertens die had het dus even niet tegen de Graafschap. Geen enkele reden om je als PSV supporter zorgen te maken. Ja, het is even een mindere wedstrijd van hem, maar ik bedoel, dat kan. Dat is geen enkel probleem. En tegen Groningen staat hij er gewoon weer. Dus ik maak me daar niet zo heel veel zorgen om. En zijn vervanger, Jermaine Lens, die is nog dichtbij de 1-4. Kappen, Lens schieten en op de bovenkant van de lat. Dus geen 1-4. De drie punten die gaan dus mee naar Eindhoven. En het laatste woord geven we aan Jorginho Wijnaldum over de les van de avond. Ik denk de wedstrijd sneller op slot gooien en niet terugzakken. Ik denk gewoon blijven aanvallen wat we de eerste helft hebben gedaan, waardoor we een goal maakten. En daarna zakten we in. Ik denk dat we dat niet meer moeten doen en gewoon vooruit moeten we verdedigen. En dat het dan wel goed moet komen. En dan alle uitslagen op kaart. PSV opende dus het weekend in Doetinchem tegen de Graafschap en wist daar te winnen. De concurrentie FC Twente tegen streekgenoot Heracles Almelo, een gelijkspel. En ook Ajax wist niet te winnen thuis in de arena tegen NAC Breda. AZ daarentegen, de koploper, staat 0-0 tegen Excelsior, maar die wedstrijd werd gestaakt in de rust. En dat had alles te maken met de weersomstandigheden in Rotterdam. Dan de stand, die is natuurlijk wat vertekend, want AZ speelde pas 12 duels, heeft 31 punten. Maar PSV is vaster gekomen te staan op de tweede plaats. 28 punten uit 13 duels. Op plek 3 zien we FC Twente met 26 punten uit 13 duels. En daarna een grote groep met 21 punten. Ajax, Feyenoord, Heerenveen, FC Groningen en Vitesse. En dan de lijst van de topscorers. Man van het weekend was natuurlijk Wijnaldum met 2 doelpunten. Hij staat op plek 4. Bovenaan nog steeds Dries Mertens met 11. Gevolgd door Toivonen met 7. En doelpuntenmaker Tim Matafs op 3 met 5.